Maatschappijlijk 2, links en hoofdstuk 11. Links en rechts, progressief en conservatief. Progressief. Progressief wil zeggen vooruitstrevend. Dit betekent dat deze partijen voor verandering zijn. Het kan altijd beter. Een voorbeeld. De scholen in Nederland zijn goed qua niveau. Dan kun je tevreden mee zijn, maar iemand die progressief is, zal dus altijd denken, oké, die scholen die kunnen nog beter en ze zullen dus altijd zoeken naar manieren om dat dan ook te verbeteren. Je blijft dus eigenlijk de hele tijd dingen veranderen om het beter te maken. Een conservatief denkt daar anders over. Conservatief wil ook zeggen behoudend. Dingen laten zoals het is, niet te veel veranderen. En als je dan toch moet veranderen, dan moet je dat rustig aandoen en het liefst nog rustiger aan, zodat je geen onnodige risico's neemt en je beslissingen goed en rustig kunt nemen. Links, midden en rechts. Linkse partijen leggen de nadruk op gelijkwaardigheid. Daarmee bedoelen ze dus een eerlijke verdeling van inkomen, kennis, macht, bescherming van de zwakkeren, een hele sturende overheid. Kortom, punten die je ook duidelijk terug ziet komen bij sociaaldemocratie. De partijen die daar dan bij horen zijn de PvdA, de SP en GroenLinks. Deze partijen worden doorgaans allemaal als links gezien. En hoewel de Partij van de Dieren zelf zich niet indeelt in links, midden of rechts, wordt de partij meestal een linkse partij genoemd. Het midden. In het midden ligt de nadruk op samen, dus dingen in harmonie doen. De punten die je hier ziet staan, zijn ook punten die je sterk terug ziet komen bij de stroming christendemocratie. Het zal ook niet verbazen dat je in het midden veel christelijke partijen vindt, zoals het CDA. Een uitzondering daarop is bijvoorbeeld D66, die op een aantal punten links zijn, op een aantal punten rechts, en dan kom je automatisch in het midden uit. D66 is geen christelijke partij. En de ChristenUnie, wat wel weer een christelijke partij is. Dan heb je ook nog rechtse partijen. Rechtse partijen gaan uit van vrijheid, persoonlijke vrijheid, economische vrijheid en een terughoudende overheid. En die punten heb je ook al een keertje eerder gezien, alleen toen bij het liberalisme. Je vindt hier dan ook de liberale partijen, zoals de Partij voor de Vrijheid. Ook de SGP wordt gezien als een rechtse partij. En dat heeft meer te maken met hun ideeën over de aanpak van criminaliteit en op het gebied van bepaalde waarden en normen, zoals abortus en euthanasie, dan hun christelijke achtergrond. De bekendste rechtse partij is de VVD. Dan is het tijd om stempeltjes te zetten. De opsomming die je hier zometeen krijgt te zien, is dezelfde als die uit de syllabus van de CITO. Opsommingen, of rijtjes van links naar rechts, zijn vooral bedoeld voor examens. Er valt hierover te discussiëren en het is niet een dit is de enige optie mogelijk en anders niet rij. Als we de partijen erbij pakken, van links naar rechts, dan zul je ook zien dat er zometeen verschillen in zitten met wat we zo net hebben gezien. De SP, GroenLinks, PvdA, D66, 50+, Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, CDA, SGP, de VVD en de Partij voor de Vrijheid zijn de partijen die momenteel in de Tweede Kamer zitten, na de verkiezingen van 12 september 2012. De SP wordt gezien als een linkse partij, GroenLinks ook, de Partij van de Arbeid ook. D66 wordt gezien als een middenpartij, 50+ heb je zo net in het rijtje niet gezien, maar wordt in het midden geplaatst.
De Partij voor de Dieren wordt gezien als een linkse partij. De ChristenUnie als een middenpartij. Het CDA ook als een middenpartij. En de SGP, de VVD en de PVV als rechtse partijen. De Partij voor de Dieren staat tussen middenpartijen als een linkse partij. Vooral vanwege hun politieke stroming. Niet zozeer voor het links, midden of rechts. Wat het dus weer wat lastig maakt. De SP is een progressieve partij, net zoals GroenLinks. De PvdA, D66, 50PLUS wordt gezien als een conservatieve partij. De Partij voor de Dieren dan weer als progressief. En de ChristenUnie, CDA, SGP, VVD en de Partij voor de Vrijheid allemaal als conservatief. Als je nu de stromingen erbij gaat plakken, wordt het nog wat ingewikkelder. De SP is een sociaal-democratische partij. GroenLinks behoort bij de ecologische stroming. De Partij van de Arbeid is sociaal-democratisch. D66 is een liberale partij. 50PLUS. De X-partij, dat ken ik toch niet? Nee, dat klopt. Want zij vinden dat ze bij geen enkele stroming horen. Dus een kruisje. De Partij voor de Dieren hoort bij de ecologische stroming. De ChristenUnie, het CDA en de SGP zijn alle drie christendemocratisch. De VVD en de Partij voor de Vrijheid zijn allebei liberaal. Om je een idee te geven van de invloed van deze partijen, ook nog de huidige zetelverdeling. De SP heeft 15 zetels, GroenLinks heeft er 4, de Partij van de Arbeid 38, D66 heeft 12, 50PLUS 2, de Partij voor de Dieren heeft ook 2 Kamerleden, de ChristenUnie heeft er 5, het CDA 13, de SGP 3, de VVD is de grootste partij met 41 zetels en zit samen met de Partij voor de Arbeid in de regering. En je ziet, ze hebben ook een meerderheid in de Tweede Kamer. En tenslotte hebben we de Partij voor de Vrijheid met 15 zetels. Alles bij elkaar opgeteld kom je uiteraard op 150 zetels.